Mijn business ben ik gestart met alleen advertenties op marktplaats. Zonder voorraad, zonder KWK, uh, zonder uh, informatie van de producten. Ik heb gewoon advertenties geplaatst met de producten waar ik helemaal geen verstand van had. En gewoon even checken of het Gewoon Even te... checken overal, of er al überhaupt vraag, naar, vraag naar, naar was. Weet je, en toen kreeg ik de orders. Dacht ik van, oh, dit is echt, uh, gaat echt te hard. Dan heb ik gewoon gereageerd: van, ik heb de producten niet meer. Ze uh, zijn allemaal, allemaal uitverkocht, maar ik zet je op een reservelijst. En ik had mijn orders al binnen voordat ik al een voorraad had of een KWK-nummer. Dus je kan ook gewoon starten en dan, dan kom je wel tegen dingen aan. en dan... Op een gegeven moment uh, ja. los je dat wel op. Het zijn de allermooiste verhalen, vind ik, hoe iemand gewoon helemaal zelf een, een miljoenenbedrijf opbouwt. Uh, en sterker nog, als je dan ook nog eens een keer in de, wat is het, de jonge miljonairslijst van quoten terechtkomt uh, en wordt gewaardeerd op uh, 15 miljoen, en je komt met een dikke Porsche voorrijden, dan zeggen heel veel mensen, joh, en die gast die heeft het gewoon heel goed gedaan. Nou gaat het vast verder dan alleen maar het belang van het hebben van een witte Porsche, uh, maar ik ga wel met hem praten uh, over wat ondernemerschap uh, allemaal uh, behelst. Kamal Tas uh, is bij mij te gast. Ik ben van harte welkom. Dank je wel. Ja, want de, de, de Porsche is een uitvloeisel van wat je allemaal doet, hè, zullen we zeggen. Ja, het, het, zeg maar, dat is niet de menen waar het om gaat en waar je nee. het voor doet, maar goed. Weet je, ik wil uh, als je een keer uh, even wat kan, uh, kan besteden. besteden. En om jezelf even soms een beloning te geven, want ja. dat moet je ook wel doen in het leven, weet je. Het is ja. niet alleen keihard werken en alleen maar uh, verdienen, maar soms moet je ook jezelf ook even een, een schouderklop geven en iets gunnen. En dat is voor mij dan. Uh, ah, je hebt nog ga. die witte Porsche? Ja, ja, die heb ik nog. Okay. Dus daar geniet ik wel razends uh, <laughs> ja. van. Can imagine. Hé, hey, luister, uh, even om te beginnen. Um, wat, is, wat houdt je bedrijf in? Wat, wat, wat verkoop je? Ja, nou, ik, uh, ik ben zelf begonnen met het verkopen van ledverlichting voor consumenten in het begin. Ja. Dus consumentenverlichting. En uh, later heb ik dat ook uitgebreid met zakelijke verlichting. Dus voor uh, kantoren, winkels, uh, Horeca. Dus uh, dat soort. Uh, het is ledverlichting? Het is LED niet alleen ledverlichting wat ik verkoop. En ik verkoop het uh, via internet, dus het is een e-commerce bedrijf, volledig uh, online. Geen uh, winkels nog, alleen een showroom. Okay. Uh, dus wij verkopen online. Wel uh, een showroom? In, ja, er uh, kunnen normaal uh, ook klanten langskomen yeah. om, om de spullen te bekijken. Um, voornamelijk wordt het uh, online besteld. En hoe heb je het uh, merk technisch opgebouwd? Zeg maar, is het één website of heb je een heleboel websites? Of hoe werkt dat? Ja, ik ben zelf begonnen met één website voor consumenten. Yeah. En volgens in de jaren is dat zeg maar steeds uitgebreider geworden. En ook uh, zijn er nieuwe sites bijgekomen voor bijvoorbeeld alleen zakelijke verlichting... of alleen een ander segment, een beetje stunt voor een yeah. uh, ander publiek. Um, en volgens zijn er ook buitenlandse sites bijgekomen. Dus ik heb inmiddels uh, Zo'n 10 plus uh, websites, dus voor elk land een aparte webshop. Yeah. Uh, maar ook voor bepaalde segmenten een aparte webshop. Okay. Dus het is niet echt uh, bekend bij, me, misschien met het publiek, maar ik ben wel makkelijk vindbaar met die website als mensen bijvoorbeeld voor een bepaalde productgroep. Uh, uh, op zoek zijn naar verlichting. Ja, precies. Want hoe, zoek, hoe zoekgericht komen de klanten bij jou binnen? Zeg maar. dat, dat is op nee, het spelletje. Dat, toch? Dat, dat is op dit moment nog niet uh, op merk. Ik ben nu wel bezig met mijn eigen merken uh, neerzetten. Dus ik verkoop nu vooral met mijn eigen merken. Ja. Um, want dat dus... is, is dat ledstores of wat zijn dat merken nou, die je gebruikt? Nou, uh, het, um, het product zelf heeft het merk Purple, dus Purple uh, Innovative Lighting, dat is zeg maar, uh, het merk van het uh, product. Yeah. Um, Let'source is het overkoepelende naam van alle webshops. Dus ik heb bijvoorbeeld okay. Let Groothandel, of Let's Specialist, of Let Licht ah, ja, ja, ja. Er zijn allemaal verschillende ja, uh, uh, webshops die dan bekend zijn bij, uh, ja, bij de publiek die... Coolblue heeft een beetje andersom gedaan. Hè? Die, die zijn die begonnen met allemaal dat soort losse URL's en uiteindelijk hebben ze gezegd, jongens, alles op één plek, alles Coolblue. Is ja. dat een strategie die jij ook zou willen doen? Als je ja. Nou Ik ben inderdaad ook uh, als, uh, op die manier begonnen en dat was ook inderdaad mijn uh, inspiratie en voorbeeld om het op te zetten. Dus ik was begonnen met winkel en uh, uh, LED-paneelwinkel, downlight en allemaal subcategorieën. Ja. Uh, allemaal aparte websites maken. Maar op een gegeven moment ben ik daar wel van terug van gegaan. Want als je inderdaad een hele team hebt die met content bezig hebt en die moet dezelfde content op tien verschillende ja. sites gaan uh, uh, maken, dan wordt het best wel intensief. En op een gegeven moment heb ik wel daarin keuzes gemaakt om wat meer uh, te gaan uh, focussen op één website of één merk en dat begin ik nu ook uh, te hanteren. Oké okay, en wat wordt het hoofdmerk dan als je uiteindelijk echt vanuit één merk zou willen gaan opereren? Um, ik heb bijvoorbeeld nu uh, voor de consumenten ga ik bijvoorbeeld ja. uh, led24. Uh, die ga ik uh, aanhouden voor de consumenten. Ja. Is gewoon makkelijk een pakkende naam. En voor uh, voor, de, voor de zakelijke bijvoorbeeld letgroothandel.nl En dat ja. zijn echt uh, merken die dan bij je blijven en, en, en sterk zijn. En, dan en, ga ik, en die het COI's goed doen waarschijnlijk ook. Die het ook COI's uh, ja. goed gaan doen en, en bekend zullen hey, En voor dat. mensen, even om een idee te krijgen hoe groot is het bedrijf nu? Uh, je bedoelt qua omvang? Weet, van noem noemen ze wel Weet ik veel omzet, uh, klanten. Uh. Nou, we doen uh, meer dan 100.000 orders uh, per jaar. En uh, qua aantal medewerkers schommelen we tussen nu tussen 50 en 60. Jejo. En qua omzet hebben we afgelopen jaar ongeveer uh, ja, 15 miljoen afgerond. Ja. En daar zitten nette marges op, denk ik, op die handel of niet? Ja, rond de 10-15 procent oh, ja. uh, blijft er onder andere strepen over. En dat gebruiken we alleen puur voor de groei en het uitbouwen van het bedrijf. Hoe ben je ooit begonnen? Nou, uh, ik, ben, ik kom niet uit een ondernemende familie. Niet? Ik heb, nee, ik heb geen uh, ondernemende familie. Ik kom uh, uit een familie die echt uh, ja, in loondienst was en uh, gewoon keihard aan het werk was. Yeah. Wat het niet heel breed uh, vroeger, maar. Um, we hebben wel gewoon een goede opleiding en jeugd gehad. Ja. Dus uh, we hebben gewoon ICT-opleiding uh, gedaan met uh, mijn broers. Um, ik ben zelf begonnen in uh, Londen bij, uh, bij de financiële wereld. Uh, ik heb zelf gewerkt bij Fortis en ING. Okay. En um, ik heb van mijn opleiding wel wat e-commerce uh, affiniteit. Dus ik heb wel vakken gevolgd voor e-commerce. Yeah. En dat vond ik altijd wel interessant. En um, toen ik zelf een eigen huis had gekocht. Heb ik mijn huis ingericht en daar komt natuurlijk ook verlichting bij kijken. Ja. En zo ben ik als eerste aanraking gekomen met verlichting. En um, toen ik veel leuke reacties om me heen kreeg, dacht ik. Hey, dit is wel interessant om, um, om iets mee te te doen. Maar die zeiden van hey goed lampje heb je daar en die wil ik ook wel. En ja, waar heb je dat vandaan? Ja, waar heb je vandaan? En ziet er leuk uit. En uh, ik wil dat ook wel. En toen uh, zag ik daar wel een kans in om iets mee te beginnen. En zo ben ik uh, eigenlijk mee begonnen. Maar wat is dan je? Wanneer had jij, want je zegt, kom je een ondernemersnest? Wanneer had jij voor de eerste keer het gevoel, zeg maar, dat het ging kriebelen, dat je zei van ja, ik, ik ga echt ondernemer worden en succesvol en ik ga knallen en groot worden. En wanneer wanneer ontstond dat? Ja, ik, ik heb eigenlijk nooit echt dat moment gehad van nee, nu moet ik er vol, volledig voor gaan. Want ik heb de eerste drie jaar van mijn onderneming nog gewoon een, 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 een job bij gehad. Dus ja. ik was gewoon in loondienst. Ja. Dus ik heb het drie jaar lang heb ik het gecombineerd. Ik heb aan, en aan mijn bedrijf gewerkt en gewoon in loondienst ben ik okay. verder gegaan. En op een gegeven moment dat ik dus echt uh, zes tot acht medewerkers had, dacht ik van: wow, ik moet hier wel even nu uh, een uh, keuze in maken. Waar want... stelden jullie dan op je zolderkamer? Of had je toen ook al kantoor? Nou, de eerste jaar had ik dus, uh, dat ging via mijn zolderkamer. <laughs> en ik had gewoon een vriend gevraagd die dan uh, mij, mij hielp thuis. En dan de orders aan het verwerken waren. En uh, de klant soms ook uh, uh, die langskwamen ook ging helpen. <laughs> en op een gegeven moment was mijn huis helemaal vol met uh, verpakkingsdozen. En uh, dozen. Ik, ik woonde lekker op mezelf. Dus ik had ja. gewoon die ruimte. Maar op ja. een gegeven moment. Ja, als je huis helemaal vol. En soms is dat niet fijn dat klanten langskomen, weet je. Dat vind je dan niet, uh, privacy, is niet echt fijn. Nee. Uh, en na een jaar heb ik dan wel een uh, externe locatie uh, gehuurd. Dat was wel vet uh, oh. fijn. Hè. Maar is het dan eigenlijk wat je zegt, dat het ondernemerschap en het succes, is, het dan, is dat dan gewoon gebeurd of zo? Of je, je werkt gewoon, heb je, op een gegeven moment heb je toch een soort van plan, van hé, hey, daar wil ik naartoe, of, of werkt dat bij jou niet zo? Nee, ik, ik, ik ben, tenminste, ik ben... Misschien niet een doorsnee-entrepreneur uh, uh, die dan, misschien, ik denk dat veel entrepreneurs dat ook niet doen, een hele plan uh, uitschrijven ja. en een uh, hele businessplan opzetten en dit zijn het doel. Ik, uh, ik had gewoon concreet op 1A4 een, een plan van oké, okay, ik wil uh, consumentenverlichting verkopen en ik wil het online doen en wat is er voor nodig, een website en dit en dit en dit. dit. Okay. Ik heb dat gewoon opgezet en ik ben er gewoon zo gestart. Het was nooit mijn intentie om dit als een fulltime. Het uh, is eigenlijk gewoon uit de, de hand gelopen. Nee, ik had nooit toen ik was gestart kunnen denken dat ik nu op, op dit moment ben aan het kijken voor een ruimte van 5000 vierkante meter om, om spullen op te slaan. Weet je, dat was nooit mijn intentie geweest of mijn doel van hey, ik wil hier uh, staan waar ik nu sta. Uh, dus het is wel organisch en, en, en zeg maar onbewust tot hier gekomen. En Omdat uh, het ook gewoon heel leuk was om te doen. Ja, ik had heel veel passie. Uh, tenminste, nog steeds heel veel passie voor om, om iets op te zetten en steeds groter uit te bouwen. En uh, uh, met, een, met een team leuke dingen te doen. Dus ik, 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 ik krijg er heel veel energie van. Hé, hey, en uh, de, uh, was, er geen, was er geen verlichting elders te koop, zeg maar, was er zo'n gat in de markt dan? Um, ja, toen ik, toen ik uh, begon, um, uh, heb ik natuurlijk gekeken van, uh, wat is er eigenlijk uh, op dit moment beschikbaar? En als, natuurlijk, als ik het met nu uh, vergelijk, zijn het natuurlijk heel veel partijen die het uh, uh, aanbieden. Ja. Um, er waren toen ook wel partijen, maar ik dacht van, dit, dit moet gewoon beter kunnen. En, 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 en. en, en Um, uh, sneller kunnen. Dus mm. ik, had, ik zag er wel een kans. Uh, want, en ik denk dat in el, elke branche, weet je, ook al is er comp, uh, competitie, dat er altijd wel uh, een verbetering of een, of een kans uh, uh, aanwezig is om, om, om toch daarin mee te doen. Waar ja. haal je lampen vandaan? Uh, ik denk dat 90% uit uh, Azië komt. Ben je er wel eens geweest ook? Vaak, ja. ja? Uh, al snel na een jaar toen ik ben begonnen, want op een gegeven moment. In het begin start je dan met um, op afstand de uh, leveranciers uh, benaderen en, en, en deals maken. Maar op een gegeven moment uh, wil je dat toch wel met je eigen ogen zien en zelf uh, kijken hoe dat eruit ziet. En je wilt ook wel met uh, de beste partijen samenwerken ja. en uh, uh, de juiste prijzen krijgen. Dus dan moet je wel, tenminste, ik had dat gevoel dat ik wel die kant op moest gaan. Dus na een jaar ben ik wel. Um, richting uh, uh, Hongkong geweest. Ik heb daar een beurs bezocht, want je hebt daar elk jaar uh, meerdere malen een beurs die, uh, waar alle leveranciers uh, samenkomen. En dan kan je in één keer uh, duizenden leveranciers uh, ja, ontmoeten. En daarna ben ik gewoon ook uh, um, op bezoek geweest bij al die leveranciers om met mijn eigen ogen te zien uh, hoe hun productieproces eruit zag, hoe hun bedrijf eruit zag, want ik wil wel gewoon wel met een uh, kwalitatief vol ja, ja. leverancier werken. Ja, niet dat er kinderhandjes... Uh, in nee, de... precies. Dat er wel gewoon uh, de processen goed eruit zien. Dat het geautomatiseerd is en niet uh, veel met uh, handjes wordt gewerkt. En ja. dat is gewoon Volledig uh, automatische proces uh, erbij komt kijken. Hoe moeilijk is het om daar tot de juiste selectie te komen? Ik bedoel, je, je hebt ook geen ervaring. Nee. En, en je kent het dus een hele andere cultuur volgens mij. Ja. Hoe kom je dan tot uiteindelijk, en het gaat best is voor jou super belangrijk, want als een ja. leverancier het verkloot, zeg Absoluut, maar bij ja. de Absoluut, Hoe kom ja. je tot de juiste keuze dan? Is dat gut feeling? Kan? Ja, in het begin is dat wel, zeg maar, voornamelijk ook uh, onderbuikgevoel. Ja, kijk, als je daar gaat en, en, en je. je uh, uh, voert een gesprek met die uh, uh, partijen en uh, je, je bezoekt het productieproces, mm -hmm. dan dan kan je wel uh, hoe meer je hoe meer partijen je bezoekt, hoe hoe beter je ook feeling krijgt van bij welke partijen je ja, een feeling hebt, dan kan je het vergelijken. Dus ja. ik ben bij tientallen uh, of honderdtal uh, leveranciers langs geweest en ik kan dat nu heel makkelijk vergelijken en ik weet precies van uh, waar ik op moet letten en hoe ik die uh, keuze moet maken met wie ik samenwerken, wie uh, niet. Hey, en de groei van jouw bedrijf, hè, van, van scratch, uh, zeg maar vanuit je huisje tot uh, nu 5000 vierkante meter en growing, zeg maar. Gaat dat, zeg maar, gaat dat dan heel zeg maar, stap voor stap en dan gaat zomaar? Of, ga, of zijn er echt een soort van dat je op een gegeven moment echt een huge step maakt? Van, hoe gaat zo'n groeipad? Ja, en in het begin groei je natuurlijk organisch en vrij uh, behapbaar, weet je... ...van uh, twee naar vier medewerkers en van vier naar acht... ...en, en, en uh, van, van, van twee naar drie miljoen zulke groeien. Ja. Uh, maar er zijn wel inderdaad periodes geweest waar je 150, 200, 300 procent groeit... ...en in één keer heb je opeens van 20, 30 medewerkers uh, in ja. één keer, weet je... dan is van wow, dit, uh, dit, dan word je opeens me, van ondernemer naar een werkgever... ...dus dat is ja. wel soms een, uh, uh, een ommekeer die je moet uh, maken... Uh, en soms bijvoorbeeld ook van consumentenverlichting naar zakelijke verlichting van yeah. B2C naar B2B ja, dat is opeens in één keer uh, van 3 naar 8 miljoen ofzo dat is best wel yeah. uh, een verandering die je uh, uh, meemaakt um, op een gegeven moment um, die groei die je meemaakt elke jaar ja, da daar wil je niet de volgende jaar onder zitten dus je hebt steeds een, een, een drive om steeds beter te doen en steeds, uh, steeds meer te groeien dus, uh, dus op een gegeven moment ben je echt een groeiondernemer die echt uh, kikt van al die uh, groei die je meemaakt. En als je op een gegeven moment uh, 20-30% groei denkt van, wow, dit is, uh, dit is. Dit is niet, nee. uh, dit is niet een. Welke middelbedrijf zou er zin in zijn? Ja, bijvoorbeeld nu met corona hebben we bijvoorbeeld um, um, uh, de zakelijke uh, branche is wat stabieler nu geworden. Maar mm. bijvoorbeeld bij, zaak, bij consumenten is het opeens 50-60% uh, toegenomen. Ja. En dan denk ik van, wow, dit is opeens uh, wel uh, een hele groei die je meemaakt. Hoe leer jij dingen? Alleen maar door te doen? Um, ik ben wel meer van dat trial and error principe. Ik, uh, ik, ik, ik probeer dingen en dan kijk ik wel uh, op mijn eigen manier uh, of het goed werd of niet goed. Uh. En uh, ik ga ook heel veel langs bij andere ondernemers. Dus ik benader ze zelf ook bij partijen waar ik uh, uh, heel veel inspiratie vandaan haal... Of Zie dat ze het ook heel goed doen, uh -huh. of al daar zijn waar ik wil zijn, bijvoorbeeld twintig uh, honderd uh, bedrijven. Ja. En dan benader ik ze gewoon en dan zeg ik: Van ik heb, ik heb, uh, uh, ik heb bewondering voor jullie en het lijkt me leuk om een keer kennis te maken. Dat vind ze allemaal tof, natuurlijk. Ja, ja zo en negen van tien keer staan ze daar open voor. En dan ja. ga je daarheen en dan bekijk je hun, hun manier van werken, hun organisatie en dan ga je met elkaar sparren. En op die manier uh, um, uh, ja, leer je heel veel van elkaar. En zo, zo kom je ook bij netwerken terecht, waar je ook ja. met andere CEO's, uh, uh, ondernemers in aanraking komt. En dan kom je in, uh, in een gesprek. En, en dan leer je heel veel van elkaar. Dus echt van andere ondernemers uit Absoluut. de praktijk. Is jouw finance achtergrond handig? Dat je in die bankwereld, je wist wel een beetje hoe geld en boekhouding werken, zeg maar. Um, ja, ik kom van de managementinformatie, dus uh, ik was meer bezig met uh, dashboards maken en advies geven. Mm. En dat uh, gedeelte dat gebruik ik echt in mijn bedrijf op dit moment. Ik, maak inderdaad, ik laat dashboards uh, bouwen mm. met, uh, met informatie waar, waarop, waarop ik laat leven in het bedrijf wat er gebeurt en wat onze doelstellingen zijn. Uh, en ik ben daar heel transparant in, want ik vind dat het echt moet leven binnen je bedrijf. Ja, voor iedereen. Uh, ja, en um, uh, wat finance uh, betreft. Um, uh, had ik tot nu toe niet echt een budgettering of forecasting. En daar heb ik nu een CFO voor aangenomen. Uh, maar ik was wel altijd uh, bewust van... er moet uiteindelijk meer in het bedrijf komen dan dat je uitgeeft. En dat is uiteindelijk op, op, wel de kern, ja. Op, op, dat is gewoon de kern, weet je. dat yeah. is geen rocket science. Je nee. moet gewoon meer, uh, meer verkopen dan dat je kosten maakt. Yeah. En op basis van mijn goede cashflow uh, uh, heb ik die groei wel gerealiseerd. Want yeah. ik heb alleen maar... Uh, met mijn eigen uh, alles zelf gefinancierd. Uh, gezellig gefinancierd, geen extra financiering of uh, uh, private equity-partij bij betrokken, dus ik ben wel afhankelijk van wat ik verkoop, maar die hijgen wel in je nek natuurlijk. Nu, want je bent natuurlijk een ideaal bruidje, want je bent en al hard gegroeid en je bent nog lang niet aan je top, oftewel, nee. mooi momentje om die hele hut te verkopen. Um, ja, ik, ik, ik word natuurlijk soms wel gevraagd van heb ik nu een exit-strategie of uh, ja. heb ik uh, de intentie om de boel in dat te verkopen. Ik krijg heel veel energie en passie van, van het ondernemen. Ik vind het echt leuk om uh, iets uit te bouwen en verder te groeien. Um, natuurlijk praat ik wel met die partijen, want ik vind het altijd interessant om te kijken van wat ze bieden. En, ja. en soms komen er ook wel leuke ontwikkelingen uit en dan gaan ze je koppelen met interessante partijen waarmee je kan samenwerken en ja. je business uit kan breiden. Dus ik. Ik praat wel altijd uh, met die partijen om te kijken van wat voor mogelijkheden er zijn. Um, maar tot nu toe heb ik daar geen uh, noodzaak aan gehad, want ik kon het wel op mijn eigen uh, kracht uh, mm. laten uitgroeien. En op een gegeven moment wil je natuurlijk misschien nog harder zie je kansen die je kan uh, benutten. Want ik groei nu ongeveer 20, 30 procent per jaar. Mm. Maar ik zie wel potentie om 50, 100% te groeien. Mm. En dan heb je wel in ieder geval wellicht wat extra capaciteit nodig. Ja, precies. En dan kan zoiets wel misschien wel uh, van pas komen. Maar ik heb nooit de intentie om de hele tent te verkopen. Of in ieder geval een groot aandeel. En wellicht een kleine aandeel zou ja, misschien ja, ja, ja. wel. Een, uh... Maar voorlopig nog even zelf aan het doen. Nee, voorlopig zeker niet. Ik ben nog, ik voel me nog vrij uh, jong. En ik wou zeggen, maar je bent ook heel jong of niet? Ik ben 35. Dat heet jong. En, um, en, en ik denk dat ik wel nog de komende jaren verder... Ja, wat heb je dingen zeg maar, in je, Want daar hebben ondernemers altijd, je hebt duizend dingen in hun hoofd. Maar ja. uh, wat zijn je zeg maar, de eerste rits aan plannen om die groei allemaal te doen? Internationaal dingen doen, wat, wat zijn er, wat ja, zijn er allemaal op je rood mee? Ben, ik ben buiten Nederland nog in uh, tien uh, Europese landen actief. Ja. Um, ik ben sinds afgelopen jaar ook in Scandinavië uh, uit gaan breiden. Dus we hebben een Zweedse shop, een Finse uh, shop uh, en een Deense shop. Er is lekker vaak donker. Het is inderdaad vaak donker. <laughs> ja. en ze, hebben, ze hebben een hoger uh, inkomen uh, ja. in, in Scandinavië, dus er daar zit heel veel potentie in. Ja. Um, en dit jaar waarschijnlijk in, in Oost-Europa zie ik ook kansen. Dus bijvoorbeeld elekt elektriciteitsprijzen gaan daar misschien, uh, misschien omhoog. Dus dat biedt weer kansen om ledverlichting uh, aan te bieden dan, 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 dan de traditionele verlichting. Uh -huh. um, dus in de landen waar ik actief in ben, waar ik nog geen top 3 positie in heb, wil ik mijn uh, positie... Verbeteren en, en uh, verder uitbreiden. En door groei of ook door bedrijven over te, over te nemen zelf? Um, als er een interessante uh, partij is, uh, is dat een optie. Maar uh, meestal kunnen we ook zelf iets neerzetten in vrij korte tijd. Weet je? Ik bedoel, ja. We hoeven uh, iemand van, uh, van dat land even aan te nemen die uh, binnen een aantal weken, maanden uh, de, de boel vertaalt. En uh, we gooien een online marketeer op. en die Sorry, probeert ben... even de goede rankings op te halen. Ik bedoel, dat kunnen we wel heel makkelijk ook zelf doen, hoeven hoeft niet per se met een. Uh, zo dat mooi een de ondernemers als ze dan over hun onderneming praten. Het klinkt allemaal zo eenvoudig. En tegelijkertijd zitten nu jonge gasten te kijken en die denken van. weet je, man, was ik daar maar al. Weet je wel. Wat zijn nou lessen die jij... Stel dat je nu uh, een klas met uh, twintigers voor je snuffert hebt. En die yeah, zeggen, yeah, yeah. ik kom maar wat leer ons nou eens. Hoe, ja. hoe moeten wij dit nou doen? Ja. Wat zijn dan belangrijke... Punten wat jou ja. betreft? Nou, sterker nog, ik geef het nu uh, regelmatig ook gastcolleges op hogescholen, ook aan ondernemende ah, ja. uh, uh, kandidaten. En ik vind het heel, heel leuk om nu ja. te doen, om, um, om ook, ook iets terug te geven aan de maatschappij, om ook uh, mijn ervaringen en lessen te delen. Um, en wat ik dan meestal ook uh, 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 teruggeef, ook tenminste als uh, tips. Want, uh, ik, ik, ik voel mezelf niet in de positie om advies te geven of zo. Uh, maar ik deel graag mijn ervaring. En uh, ik geef graag aan hoe ik het heb gedaan. En dan geef ik aan hen de mogelijkheid om zelf daarin hun uh, leerlings uit te trekken. Maar wat ik zelfs in het begin heb gedaan is. Um, ik heb uh, aspecten in het bedrijf waar ik geen energie van kreeg. of waar ik me niet op wou focussen. Heb ik ook direct uitbesteed of mensen aangenomen die daar veel beter in waren. Zoals bijvoorbeeld een HR. of... Finance, weet je, ik heb wel een finance achtergrond, maar ik vond bijvoorbeeld online marketing interessanter of ontwikkelen van businessen. Dus ik heb HR en um, um, klantservice en finance bijvoorbeeld gelijk uitbesteed aan mensen die daar veel meer uh, in konden betekenen en veel beter in waren en ook passie voor hadden. Um, dus ik zou dat aan willen geven van, weet je, zijn er dingen die je dan, natuurlijk dat kan niet gelijk in één keer in het begin. Nee. Je moet opeens, je moet in het begin wel zelf alles gaan doen, maar op een gegeven moment heb je wel door van... Wat je wel leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Ja. En daar moet je gewoon heel kritisch in zijn. Je kan niet alles zelf blijven doen opeens. Uh, heb je daar geen tijd meer voor. Ja. Dus besteed ook gewoon uit waar je dan minder uh, energie van krijgt. Um, en ik zie ook heel veel om me heen dat mensen hele plannen maken en alles van tevoren goed uh, plannen en, 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 en uh, ideeën uh, uitschrijven. Ze is, is, is allemaal leuk en aardig, maar besteed daar niet te veel tijd aan. Eén A4 met je. Uh, plan is al voldoende om een start te maken. Ja, gewoon gaan. En je hoeft niet één keer heel groot iets neer te zetten. Het kan gewoon in kleine stapjes, mm. begrijp je? Mm. Ik heb bijvoorbeeld mijn business, ben ik gestart met alleen advertenties op marktplaats, zonder voorraad, zonder KWK, uh, zonder uh, informatie van de producten. Ik heb gewoon advertenties geplaatst met de producten waar ik helemaal geen verstand van had. Gewoon en, even checken of het. Gewoon of of even checken de, overal, of er al überhaupt vraag naar was, weet je? En toen kreeg ik de orders dat van, oh, dit is echt de uh, <laughs> hard. En heb ik gewoon gereageerd van. Ik heb de producten niet meer. Ze uh, zijn allemaal, allemaal uitverkocht. Maar ik zet je op een reservelijst En ik had mijn orders al binnen... voordat ik al een voorraad had op een KWK-nummer. Dus je kan ook gewoon starten. En dan, dan kom je wel tegen dingen aan. En dan op een gegeven moment uh, los je dat wel op. Ja. Dus mijn tip is gewoon doen. Gewoon doen. Ja, ja. gewoon doen. Ja. Leven je ouders allebei nog? Ja, die leven nog. En wat vinden ze ervan allemaal? Als niet-ondernemers? <laughs> ja, natuurlijk... Uh, ik denk niet dat ze helemaal door hebben... Uh, uh, ja, waar ik nu sta mm -hmm. um, uh, hoe moet ik het zeggen um, ja, mijn ouders komen, komen wel af en toe langs nu met de corona natuurlijk niet meer dus, nee. dus ze hebben nu niet meer idee niet hoe snel we zijn gegroeid de afgelopen jaren Die de uh, bedrijf, uh, dus, ja. ik denk dat ze dat niet meer herkennen uh, maar ze zijn er wel natuurlijk enorm trots op dat ik zeg maar um, um, ja, op mijn ja, op, op eigen manier um, hier ben gekomen en, ja. uh, zonder enige support van mijn omgeving ja. En uh, ja, trots maken van je ouders, dat is natuurlijk wel wat iedereen uh, uh, ambieert. Ja, ja uiteindelijk dus dat, wel. Dus dat, ja, dat is toch wel een fijn gevoel. En, uh, um, en ook al begrijpen ze niet helemaal, ze zijn wel apetrots. Ja, ik, ik kom nu natuurlijk uh, nu wat meer in interviews terecht, ja. en, uh, in, uh, in podcasts en in lijstjes. Ja. En dat deel ik dan met hun. Um, en zijn natuurlijk wel ouders die dus zeggen van hé, je moet wel wat voorzichtig zijn met wat je deelt en, en wat je naar buiten toe uh, uh, praat. Want dan word je misschien uh, weet je, een, een target. Uh, maar ja. ik, ik hou me daar niet zo mee bezig. Uh, weet je. Ik, ik, ik deel gewoon uh, wat ik heb bereikt en, en, en waar ik sta. En ik hou me daar niet zo veel mee bezig. Mag ik je danken voor dit gesprek en heel veel succes wensen met de verdere uitbouw van je prachtige bedrijf. En uh, dankjewel voor het delen van je ervaringen. Dankjewel, leuk om hier aanwezig te zijn. Ja, en dankjewel voor het kijken uh, beste mensen. En uh, als je meer wil zien, blijf dan vooral hangen, want hierna komen weer twee uh, toffe interviews van toffe ondernemers hier vlak achteraan. Voor nu, dankjewel. Hoi!